Goedenavond en welkom op de infoavond van Athena Campus Spottenberg 2e en 3e graad. Vanavond beantwoorden we graag de vraag, wat na de eerste of tweede graad? U ziet hier in één oogopslag al een heel goed beeld van waar onze campus voor staat. Bedoeling is omdat u na vanavond niet alleen wat meer weet over ons aanbod, maar dat u echt wel weet wat onze sterktes en troeven zijn. Vooraleer we echt van wal steken, heel praktisch, zit u met vragen tijdens de infoavond, geen enkel probleem, maak gerust gebruik van de chatfunctie. U kunt ons ook altijd bellen, mailen en misschien nog het leukste en makkelijkst van al. Heel alle presentaties, zowel die van ons als van alle collega's, kunnen herbekeken worden. Als u bijvoorbeeld twijfelt tussen een richting op de Pottenberg en eentje in Driehofsteden of Heulen, geen probleem, herbekijk en vergelijk. Athena Campus Pottenberg maakt deel uit van Athena. Met een heus directieteam van maar liefst 8 mensen sturen we alles aan. Op Campus Pottenberg doen we dat met 4 personen. Dat zijn onder andere mevrouw Sylvie Cagny, directeur eerste graad, en ikzelf, Frankie Vink, tweede, derde graad. Wij staan in voor het dagdagelijkse op de campus. Onze collega-directies Lieselot Vermeeren en Ilse van Herpen nemen de pedagogische directietaken voor zich en zij zorgen dat alles op dat vlak in goede banen wordt geleid. Er is al heel wat te doen geweest over de onderwijshervorming, maar wat is nu eigenlijk nieuw? Ik tracht u in een notendop mee te nemen in de belangrijkste vernieuwing. Ons onderwijs wordt vanaf heden onderverdeeld in 3 finaliteiten. Doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit. Doorstroom voor hogeschool of universiteit. Dubbele wil beide doen, niet zozeer universiteit, maar wel de bacheloropleiding en HBO 5. Arbeidsmarkt bereidt leerlingen voor op een effectieve job. Vanaf 1 september van het volgende schooljaar zullen alle leerlingen in Vlaanderen van het eerste tot en met het derde jaar secundair meezitten in die onderwijshervorming. De vakken, tussen aanhalingstekens, op zich verdwijnen. In de plaats komen eindtermen in clusters. Natuurlijk gaan we ze, wat praktische organisatie betreft, nog steeds blijven verpakken als vakken, projecten of projectdagen. Maar waar vroeger de leerkrachten aan de slag moesten gaan binnen hun vak met een leerplan, is het nu omgekeerd en krijgt elke richting eigenlijk 1 grote reeks eindtermen te verwerken waar de leerkrachten als team mee aan de slag moeten gaan. Zoals gezegd, Pottenberg maakt deel uit van Athena. We hebben verschillende campussen, een 5-tal verspreid over de ruime regio. En vanavond belicht ik graag de 3 belangrijkste wanneer u een keuze moet maken voor het gewoon secundair in de 2e en 3e graad. In 3 hoofdsteden bieden ze heel wat richtingen aan binnen dubbele finaliteit. Onder andere handel, bedrijfswetenschappen, sociaal-technische, bioesthetiek en in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Ook in Heulen is dat het geval, waar ze vooral aan de slag gaan in de harde sector of de grafische, zoals multimedia of grafische media. Maar ook daar kunt u aan de slag voor arbeidsmarktgerichte finaliteiten. De Pottenberg tot slot zet in op de doorstroomfinaliteit. Via economie, humane wetenschappen, Latijn en zo verder. Nieuw vanaf volgend jaar is ook het derde jaar Frenet Zoom. Maar geen vrees, ik ga de komende minuten alles heel grondig toelichten wat de Pottenberg betreft. In de dubbele finaliteit tot slot kennen we de richtingen sport en biotechnieken, al de benaming techniek wetenschappen, bij de TSO-richtingen die ook voorbereiden op verdere studies. U ziet het, Athena wil een heel complementair aanbod bieden, zodat we op maat van elke leerling een passende studiekeuze kunnen maken. Wie is nu wie op school? De directie heb ik al voorgesteld, maar nog veel belangrijker is uiteraard het gedreven leerkrachtenteam. Elke leerling zal dagelijks 4, 5, 6 leerkrachten krijgen die elk op hun eigen vaksterktes aan de slag zullen gaan. Bovendien hebben we een volwaardige leerlingenbegeleiding, bestaande uit 3 dames, laten we zeggen 1 per graad gemiddeld, die telkens instaan voor de socio-emotionele begeleiding en de studieopvolging. Tot slot is er het ondersteunend personeel. Ik denk onder andere aan de dienst facturatie of aan de mensen van het ICT-team die als ondersteuner alles in het werk stellen om op onze campus alles vlot te doen draaien. Wat externe hulp betreft doen we geregeld een beroep op de collega's van het CLB, Mandel en Leijen. Zij zorgen er samen met onder andere leerlingbegeleiding voor dat de leerzorg en leernoden van leerlingen volop kunnen beantwoorden. Waarom nu kiezen voor Campus Pottenberg? We zijn een campus met heel veel studierichtingen met toekomst. We hebben heel goede slaagcijfers aan hogeschool en universiteit, die er zelfs nog wat op vooruit zijn gegaan. We hebben heel goede doorstroomcijfers ook.
En niet onbelangrijk, we zijn een middelgrote school. Geen klein kneusje, we hebben voldoende faciliteiten en tegelijk geen mastodontschool van pakweg 3000 leerlingen, waar leerlingen verzuipen in de anonimiteit. Als u naar onze campus belt, gaan de dames op het secretariaat echt wel weten wie u bent en wie uw kind is. Het doel van Campus Pottenberg, en ik kan het niet genoeg herhalen, is om voor te bereiden op verdere studies. Om daartoe te komen, bieden we heel veel keuze- en schakelmogelijkheden aan. Graag naar school gaan, daar gaan we voor binnen Athena. Een leerling die graag naar school gaat, zal altijd beter presteren. Onze leerkrachten bieden daartoe veel ondersteuning en willen steeds in dialoog gaan met onze jongeren. Bovendien kenmerkt Athena zich door een open geest en schoolcultuur, waarbij we iedereen alle kansen willen bieden. In de eerste graad, de brede eerste graad, ligt de focus op leren leren en zetten we de eerste stappen in het secundair onderwijs. In de tweede graad laten we leerlingen talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen ze verder hun studiehouding en studiemethodiek. In de derde graad tot slot gaan de leerlingen dieper in op een aantal zelfverkozen vakgebieden, ontwikkelen ze verder hun studiecompetenties, zodat ze klaargestoomd worden voor die studies. Het zou ons te ver leiden om voor elke studierichting alle lessentabellen toe te lichten. Daarvoor kunt u beter op onze website binnenkort een kijkje nemen wanneer alles finaal is afgeklopt. De basisvorming echter in het derde jaar lichten we graag even kort toe. U ziet de vakken en het aantal uur per week daar staan. Concreet hebben ze in doorstroom maximum 32 en in de dubbele finaliteit maximum 34 uren les per week. Van ons studieaanbod in het derde jaar, u ziet dat alle richtingen staan, wel, in combinatie daarmee, aanraden we van 2 uur per week workshops kunnen kiezen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extra economie 2 uur, stemlabopraktijk, kunst, waarnemingstekenen of extra moderne talen, sport. Tal van mogelijkheden waarop we graag onze leerlingen willen laten intekenen. Wie extra taalondersteuning nodig heeft, kan ook op ons rekenen. Het studieaanbod in het vierde jaar ziet u hier ook in één oogopslag. Gaande van Latijn Wiskunde in ASO over de humane wetenschappen tot en met KSO en TSO. In het vijfde, zesde en zevende jaar gaan we verder op die specialisaties in, met onder andere de unieke richting Latijn, Wetenschappen, Wiskunde, uniek in de regio, maar ook de mogelijkheid om in richtingen als Latijn Moderne Talen, Economie Moderne Talen en Humane Wetenschappen bovenop het gewone lessenpakket nog een optioneel uurtje wiskunde te nemen om hen nog beter voor te bereiden op die hogere studies. Uniek is ook het zevende ASO Bijzondere Wetenschappelijke Vorming voor leerlingen die al een diploma secundair onderwijs hebben en graag klaargestoomd willen worden voor een studie aan de Univo Hogeschool in de echt wetenschappelijke richting. Ze hebben daarvoor 28 lesuren per week, met telkens 16 uur wiskunde en 4 uur van elke wetenschap. In het KSO hebben beelden en architecturale vorming, in TSO techniek, wetenschappen, lichamelijke opvoeding en sport, en een zevende jaar, speciaal een voorbereidend jaar voor hoger onderwijs, bacheloropleidingen, voor leerlingen die in hun vooropleiding niet genoeg kennis of vaardigheden zouden hebben meegekregen. Heb je talent en interesse voor een van de volgende 8 deelgebieden? Geen paniek. Ik ga heel kort voor elk van die interessegebieden toelichten waar je op onze campus voor kunt intekenen. En dan hoort je meer uitleg geven over waar elke optie voor staat. Heb je interesse voor Latijn? Dat is de perfecte basis om andere talen te leren, een zeer brede algemene vorming te ontwikkelen en bereidt zeer goed voor op universitaire studies. Wel, kies dan uiteraard voor de richting Latijn in het derde jaar en een van de bijkomende modules. In het vierde jaar kun je Latijn combineren met wiskunde, wetenschappen, moderne talen, net als in de derde graad. Heb je interesse voor onze stemwetenschappen? Met andere woorden, wil je experimentele vaardigheden voor bio, fysica en chemie ontwikkelen? Kies dan voor een richting met wetenschappen. In het derde jaar doorstroom is dat dan natuurwetenschappen, ASO, of biotechniek in TSO. Ook daar kun je modules combineren, zeker voor natuurwetenschappen. In het vierde jaar kun je die wetenschapscomponent terugvinden in combinaties met wiskunde, Latijn of sport. Of in de TSO-variant techniekwetenschappen. Idem wat het vijfde en zesde jaar. Hou je van wiskunde? Met andere woorden, ben je cijfer-minded? Wil je in die tweede graad 5 uur en zelfs tot in de derde graad 7 of 8 uur doorstromen? Geen probleem. Kies dan in het derde jaar voor de richting Latijn of natuurwetenschappen of economische wetenschappen, waarbij je nog steeds een aantal modules kunt combineren. In het vierde jaar en vijfde en zesde jaar kun je ook verder gaan
en verder combineren met de richting. Nieuw in ons onderwijshervormingsverhaal is de richting Moderne Taal. Dat is een gloednieuwe richting die we op Campus Pottenberg gaan inrichten. Doel is om de leerlingen onder te dompelen in een brede waaier aan vreemde talen. Frans, Engels, maar ook Duits vanaf de tweede graad, aan rato van 2 uur per week. In de derde graad kunnen ze dan verder gaan voor Duits of Spaans. Ze gaan zich verdiepen in de cultuur en literatuur ervan. Kunnen nog combineren met een aantal modules en in het vierde, vijfde, zesde jaar, u ziet ze daar staan, combineren met Latijn, economie of humane wetenschappen. Hou je van sport, dan kun je ook bij ons terecht. Campus Pottenberg staat bekend om zijn brede waaier aan sportopties, gaande van voetbal in samenwerking met KVK, over tennis, dans, omnisport, basket, judo en zwemmen. Je kunt de doorstroomrichting in het derde jaar volgen sportwetenschappen of de TSO-variant sport, idem wat het vierde, vijfde en zesde jaar betreft. Is economie jouw ding? Met andere woorden, ben je geïnteresseerd in de wereld van het geld en hou je van de actualiteit? Kies dan zeker voor economische wetenschappen. In samenwerking met een aantal andere combinaties en modules kun je in het derde jaar daarvoor kiezen. In het vierde jaar kun je economie terugvinden in combinaties met wiskunde en moderne talen aan rato van 4 uur per week of humane wetenschappen aan rato van 2 uur per week. Humane wetenschappen, namelijk de analyse en synthese van mens en maatschappij, die vraagt van leerlingen dat ze kritisch zijn ingesteld en de actualiteit willen volgen. De bedoeling van de richting is om verder te studeren in zowel bachelor- als masteropleidingen die mens en maatschappij centraal stellen. Ik denk aan psychologie, pedagogie en zo verder, politiek en sociale wetenschappen en zo verder. Kies dan in het derde jaar voor de richting humane wetenschappen, waar je net als voorheen onder andere kunt combineren met economie, moderne taal, maar vanaf nu ook onder andere met kunst. In het vierde jaar kun je dus zoals gezegd blijvend combineren met economie of moderne taal. Tot slot is er ons kunstonderwijs, waarbij leerlingen technieken en materialen leren gebruiken en hun artistieke en creatieve expressievormen gaan laten botvieren. Kies dan voor onze kunstrichting in het derde, vierde of vijfde en zesde jaar. Heel sterke richtingen trouwens, die onder andere doorstromen naar, ik zeg maar wat, industrieel productontwerp, maar evengoed leerkracht secundair onderwijs of animatietekenen. Waar staat Campus Pottenberg nu eigenlijk voor? Heel kort wil ik u graag 12 troeven toelichten waar we als school op inzetten. Enerzijds is het de bereikbaarheid. Zowel te voet met de fiets is onze school heel vlot te bereiken als met het openbaar vervoer. We liggen op 800 meter van het station aan de achterkant. Met andere woorden, uw kind hoeft niet het drukke centrum door. Bij de start van het schooljaar bezorgen wij elke leerling een boekenpakket. Als school zelf stellen we die zelf samen. U hoeft geen beroep te doen op een externe firma als derde partij. Nee, wij kiezen voor een systeem van huurboeken om de prijs te drukken. De eerste schooldag verwelkomen we elke leerling en gaat de klascoach aan de slag om elke leerling vertrouwd te maken met onze werking en de groep samen te smeden. Want een klasgroep is één grote kleurrijke puzzel en we doen er alles aan om die als klasgroep te laten functioneren. Zo is er bijvoorbeeld onze sportdag waarbij we sterk inzetten op sociale vaardigheden. Elke groep leerlingen heeft geen klastutoraris meer, maar wel een klascoach die als eerste aanspreekpunt fungeert voor u als ouder en voor de leerlingen. Die een oogje in het zeil houdt, die een vinger aan de pols houdt als dingen eens wat minder lopen en die zorgt voor bijvoorbeeld het voorzitten van de klasraden. We staan ook bekend om onze sterke studiebegeleiding. Zoals gezegd, als we leerlingen willen voorbereiden op hogere studies, is het van het allergrootste belang dat we ze daarin sterk begeleiden. Dat gebeurt zowel via klassikale sessies, maar evengoed en heel vaak een 1-op-1 tussen onze leerlingbegeleider en de leerling om te kijken wat er eventueel spaak loopt, wat eventueel beter kan en hoe de leerling, en dat is het belangrijkste, ermee aan de slag kan. Studiesucces staat voorop. Leerzorg is een van de sterktes van het GO en dus ook van Athena. Onze leerkrachtenteam zet sterk in op een brede basiszorg, onze leerlingbegeleiding staat in voor de verhoogde zorg en voor fases 3 en 4 zijn er onder andere het CLB. Heeft uw kind een handelingsplan nodig? Geen enkel probleem. Graag gaan we met alle betrokkenen samen rond de tafel zitten. Uiteraard zijn er op onze campus toetsen en examens. 3 keer per jaar is er een periode dagelijks werk, waarbij we de vordering van elke leerling evalueren. 2 keer per jaar, met kerst en op het einde van het schooljaar, organiseren we examens.
Gekoppeld aan elke periode van dagelijks werk of examens is er een oudercontact, waarbij we graag in dialoog gaan met u om samen te bespreken hoe we de leerling verder kunnen helpen. Wil u echter op een ander moment langskomen? Geen enkel probleem, maak gerust een afspraak. We doen er alles aan om laagdrempelig onze deur open te zetten. De GSM op school maakt deel uit van ons dagelijks leven. Het doel van ons is dat we leerlingen daarmee leren omgaan. Met andere woorden, tijdens pauzes mogen leerlingen gerust hun GSM gebruiken. In de les uiteraard niet. Als uw kind met hun schoolspullen moet sleuren, is dat meestal een minder leuk aspect. Vandaar dat we lokkers te verhuring aanbieden. Voor de luttele prijs van 20 of 25 euro voor een kleine of grote lokker, kunnen ze op die manier hun spullen gemakkelijk wegbergen. Talenten laten ontdekken betekent ook dat de leerlingen kunnen excelleren. Dat doen we onder andere via CLIL, een Engelse afkorting die staat voor Content and Language Integrated Learning. Een moeilijk woord dat eigenlijk niks anders wil zeggen dan een gewoon vak in een vreemde taal. In de eerste graad organiseren we bijvoorbeeld LO in het Frans. In de tweede graad kunnen leerlingen daar nog steeds voor kiezen, maar ook voor fysica in het Frans, zedenleer in het Engels of katholieke godsdienst in het Engels. In de derde graad tot slot kunnen de leerlingen kiezen voor sport in het Engels. Ik kan daar heel veel over vertellen, heel veel over uitweiden, maar het lijkt me nog beter als ik dat onze leerlingen laat doen. Wij hebben gekozen voor CLIL, omdat dat ons wel interessant leek en ook een soort uitdaging. De voordelen ervan zijn dat je de Franse taal beter beheerst en dat je meer betekenissen in het Frans weet. Ik merk wel dat, dat ik soms de taal ook al beter begrijp in die lessen. Als we het in de lessen niet zo goed begrijpen, is er altijd Nederlands ondersteuning of wel afbeelding, waardoor de leerlingen in CLIL komen het wel beter begrijpen. Ik was bang, maar dat is niet terecht, want tot nu toe is het goed gegaan. Nee, ik zelf ben ook niet zo goed in Frans, maar toch kan ik alles begrijpen wat mevrouw uitlegt. Ik hou van een uitdaging en als je het niet probeert, ga je ook niet weten hoe dat is. Ik ben begonnen met CLIL omdat ik dacht dat dat een Engels en dat leek mij zeer interessant voor ook later dat mijn Engels al uitgebreider was. Het is heel iets anders dan de Engelse lessen. Want daar is het soms wat eng om te spreken in het Engels. En door de CLIL lessen ga je die durf niet hebben. Doordat je ook meneer continu hoort Engels spreken, ga je ook veel rapper dat overnemen en ook in het Engels spreken. CLIL heeft als effect gehad voor mij dat ik veel meer lees op mijn spelling in het Engels. En op mijn woordenschat is dat ook een goede impact gehad. CLIL is learning two subjects at once. Ik heb het er net toegelicht, we willen onze leerlingen laten excelleren en zetten sterk in op leerzorg en ondersteuning. Dat doen we via een zeer sterke onderwijsloopbaanbegeleiding. In de derde graad betekent dit dat leerlingen naar de zitbeurs gaan en in samenwerking met Hoist en UGent hebben we een traject waarbij we zowel leerlingen als ouders betrekken. Leren leren vertrekt vanuit de les en we willen onze leerlingen alle kansen bieden om daarin te groeien. Is uw kind de lange tijd afwezig geweest? Of kan het echt, of heeft het bijvoorbeeld een achterstand voor een bepaald vak, willen de leerlingen hun leerkrachten gerust inzetten op gratis bijles of remedieringsles. Onze school beschikt uiteraard over een tal van digitale troeven. Zo zijn er tal van lokalen met digitale schoolborden, beschikken we over maar liefst 7 computerlokalen, die steeds worden geïntegreerd in gewone vakken ter ondersteuning van elk vak, hebben we een aantal vernieuwde vaklokalen, waarbij bijvoorbeeld 20, 25 bankjes staan en achteraan in de klas een 5-tal pc's. Elk lokaal beschikt over beamers en de hele campus over wifi. Op didactisch vlak gebeurt ook de opvolging van elke leerling geheel digitaal. We maken gebruik van Smart School met een eigen account per leerling, maar ook één per ouder. Zo kunt u de resultaten van uw kind live meevolgen. Ook onze agenda is bijvoorbeeld geheel gedigitaliseerd, wat de opvolging vergemakkelijkt. Het agendaboekje van vroeger kan bijvoorbeeld niet meer vergeten worden. Ik kan het niet genoeg herhalen, op campus Spottenberg zetten we in op doorstroomprofiel. In de eerste graad staat leren leren en exploreren voorop, in de tweede graad gaan we oriënteren, in de derde graad gaan we verder uitdiepen.
Dat doen we onder andere via infoavonden, een sterke leerlingbegeleiding, tal van klasseraden en oudercontacten, samenwerking met het CLB, heel wat workshops. Voor de laatste jaar is er een Columbus-traject waarbij leerlingen onder begeleiding van onze leerlingbegeleiders via een soort trechtersysteem tot een steeds specifieker studiekeuze komen. En er zijn uiteraard ouderen infoavonden. Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, ga ik tot slot een hele race in beelden voorschotelen die u een perfecte idee geven van waar onze campus voor staat dagelijks. Zo ziet u hier onze laatstejaars die gaan proeven van Univov Hogeschool door eens een dagje mee te lopen. U ziet ook enkele van onze bekende oud-leerlingen, auteur Hugo Claus of acteur Wim Obroek. Ook op sportief vlak zijn er bijvoorbeeld sportjournalist Sammy Nijrink en topzwemster Fanny de Kluze. Maar ook het kunstenaarsduo Frank en Robert mag niet ontbreken. In de politieke wereld bijvoorbeeld hebben gouverneur Karel de Kaluwe en schepen Philippe de Koene steeds op onze campus school gelopen, maar evengoed politicoloog van UGent Nicolas Bouteka. Campus Spotterberg ligt aan de achterkant van het station op nog geen 10 minuutjes wandelen. Het is een zeer ruime groene campus waarbij we de eerste graad apart houden van de tweede en derde graad. Leerlingen kunnen zoals gezegd gebruik maken van lokale. We hebben op de campus 2 volwaardige tennisterreinen, 4 turnzalen en kunnen tal van sportspecialisaties aanbieden. Bovendien kunnen leerlingen 's middags terecht in onze ruime refter. Ofwel neem je je eigen boterhammen mee of een maaltijd die je in de microgolf opwarmt, ofwel teken je 's ochtends in voor een belegd broodje. Jij bestelt en 's middags ligt het broodje klaar voor jou. Om onze leerlingen te doen lezen, hebben we op school 2 bibliotheken. Eén voor de eerste graad en één voor de tweede en derde graad, waar leerlingen terecht kunnen om gratis een boek te ontlenen. Zowel voor Nederlands, Frans, Engels, maakt niet uit. Elke middag kunnen ze onder begeleiding van de leerkrachten talen een boek helpen kiezen. Ook onze labo's werden mondjesmaat vernieuwd. U ziet hier in één oogopslag ons nieuwe labo chemie en dat van fysica. Merk op, een lesgedeelte vooraan, een labogedeelte achteraan. Want onze campus staat al jarenlang bekend voor het inzetten op sterke labovaardigheden. Wanneer is er nu les? Les begint steeds om 8:15, de laatste 9:05, en duurt uiterlijk tot 15:20 of 16:10. Het laatste lesuurtje van 16:10 tot 17:00 is normaal gezien voorbehouden voor leerlingen sport. Leerlingen mogen in de tweede graad en derde graad vrij naar de klas. In de tweede graad wachten ze nog wel even aan het lokaal. Ze krijgen met andere woorden steeds meer faciliteiten naargelang ze ouder worden. Ze hebben hun eigen overdekte speelplaats en leerlingenraad. 'S middags is er pauze van 12:40 tot 13:40, 1 uurtje, niet lang. Bewust, zodanig de schooldag ook niet langer duurt dan. We willen een school zijn met structuur, leefregels die streng maar rechtvaardig zijn en gaan voor open communicatie waarbij we ouders zo snel mogelijk informeren. Het doel is dat iedereen zich thuis voelt op school. We hanteren daarbij steeds de agenda en de co-account van Smart School naar u toe als ouder. Om leerlingen graag naar school te laten gaan, willen ze een open blik op de wereld gunnen. Dat doen we onder andere via excursies in binnen- en buitenland. Je ziet ze daar staan. Ik ga ze niet allemaal aflezen, dat zou ons te ver leiden. Tal van activiteiten in het kader van sport op school. En het deelnemen aan olympiades en wedstrijden. Graag naar school gaan, hoe doen we dat dan? Wel. U ziet hier onder andere onze leerlingen blijgezind in de lessen kunst, sport of stem, heel zelf-exploratief aan de slag. Maar linksboven ziet u bijvoorbeeld een avond met ouders en leerlingen derde graad in het kader van onderwijs lopen. We gaan ook buiten de school aan de slag en nemen deel aan parades of bereiden onze slotshow voor. Ook de gedichtendag gaat op onze campus nooit onopgemerkt voorbij. Zo was er dit jaar onder andere de Masked Poet, waarbij leerlingen en leerkrachten anoniem een gedicht mochten posten. En dan gebeurde tot slot, vervolgens werd er een verkiezing tot mooiste gedicht per graad aangekoppeld en werd de ware identiteit van de auteur onthuld. Heel spannend en heel leuk. Ook onze kunstleerlingen laten steeds het beste van zichzelf zien. Jaarlijks nemen we deel aan Memento samen met Stad Kortrijk en op onze campus in niet-coronatijden doen we de Grote Kunstgalerij. Eén grote langgerekte vernissage van alle kunstexploten van onze leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar, zodat ouders, leerlingen en al wie wil een kijkje kunnen komen nemen naar waar we voor gaan. U krijgt op de volgende slides een heel korte impressie.
In het kader van STEM doen onze leerlingen ook geregeld excursies, onder andere naar het planetarium of isotopen. Of gaan ze aan de slag in een labo van een universiteit. Uitwisselingen gebeuren met tal van instellingen, onder andere in Wallonië. Maar we hebben ook al het genoegen gehad uitwisselingen te doen met Australië, waarbij leerlingen zowel naar Australië gingen als Australiërs naar ons toekwamen in het kader van onder andere herinneringseducatie. Excursies naar Londen voor de vijfdejaars, maar evengoed het deelnemen aan een aantal van Olympiades. De Geo-Olympiade, Chemie, Fysica, Olifran, ook de Wiskunde-Olympiade die nog volgt. We doen alles aan om onze leerlingen uit te Voor Latijn is er uiteraard de Euroclassica. Ook dit jaar vielen we sterk in de prijzen en u ziet hier de gouden, zilveren en bronzen medailles. Leerlingen humane wetenschappen in de derde graad kregen al eens het genoegen om een inleefstage te doen, waarbij ze één dag mochten meelopen in andermans job. Dat kon zowel die van een leerkracht zijn op onze campus als één dag burgemeester van Kortrijk zijn. Op een campus die leerlingen wil voorbereiden op verdere studies, is cultuur nooit ver weg. Filmfora of een bezoek aan een toneel, de BIP, het hoort er allemaal. Leerlingen humane wetenschappen hebben een partnerschap met een school in Ghana. Eén keer gingen onze leerlingen zelfs naar daar en we trachten volop in te zetten op die. Ook de debatwedstrijd in West-Vlaanderen, die geen mor is, werd al door onze campus gewonnen. Zoals gezegd, we willen de leerlingen voorbereiden op die verdere studies, stap voor stap, graad per graad. Op sportief vlak willen wij ook laten excelleren. De sportleerlingen gaan bijvoorbeeld het ene jaar in de derde graad op skistage en het andere jaar op extreme sports richting Barcelona, maar we hebben ook de gewone sportdagen of voetbaltoernooien. Voor voetbal werken we zoals gezegd samen met KV Kortrijk en gaan onze lessen door op de jeugdterreinen. Zeker in het eerste semester zijn er vele loopcrossen waarbij we geregeld onze gouden medaille meepikken, maar ook de optie basket mag het best wezen. We rekenen voor onze leerlingen op een sterke betrokkenheid en engagement die de lessen overstijgt. Om de prijs te drukken en om hun ondernemingszin aan te wakkeren zijn er heel wat initiatieven. Gaande van koeken verkopen, een carwash, zelfontworpen postkaarten, verkoop van fairtrade producten of een quiz en natuurlijk de eetfestijnen. Campus Pottenberg zet ook in op internationalisering. Zo hebben onze Latinisten enkele jaren geleden een heus uitwisselingsprogramma gehad met leerlingen in Milaan en Bilbao. U ziet het, op Campus Pottenberg willen we alles in het werk stellen om leerlingen graag naar school te laten gaan in een doorstroomrichting of richting dubbele finaliteit. Zit u nog met vragen? Geen probleem. Maak gerust een afspraak of kom vrij langs in niet-coronatijden. Wij bieden graag een luisterend oor aan alle leerlingen en ouders. U kunt ons steeds bellen of mailen en langskomen. Wil je inschrijven en ben je al leerling van de eerste graad bij Athena? Dan heb je geen extra inschrijving meer nodig. Vul gewoon het keuzeformulier in dat je zal meekrijgen na de lentevakantie. Ben je nog geen leerling in Athena? Mail, bel, spreek ons aan, neem gewoon contact op. En aanmelden en inschrijven kan steeds. Info en inschrijvingen, wij zetten nog graag even de belangrijkste data op een rijtje. Mail ons op het volgende e-mailadres info@athena-pottenberg.be. Check onze website voor meer concrete informatie wat er allemaal te doen is. En we geven u nu al graag mee dat we op vrijdag 7 mei een extra infoavond, vermoedelijk digitaal, zullen organiseren. En dan is er onze open deurdag, zaterdag 8 mei. En afhankelijk van de coronamaatregelen zal dat net als vorig jaar via een boekingssysteem verlopen. Bel of mail voor meer info en afspraak. Ik dank jullie hartelijk en hopelijk tot gauw.